Herkent u Moensif nog? Het was in de koude winter van 2018. Welkom in het First Aid Hotel. Dank u. Hallo, Ricardo. Moensif, aangenaam. Hey. Hallo, hey. Sergio. Moensif, aangenaam. Moensif was een opvallende hotelgast op zoek naar de ware. Hallo. Wie hebben we daar? Dag, Moensif. Goeiedag, heer. We zijn er weer. Ja. Gezellig. Ziet er weer goed uit. Dank je. Jij dat ook, is altijd. Als altijd. Ja. Tijdje geleden. Ja, hier sta je dan. Ja. Zo vlak voor de kerst komt hij naar het restaurant om herinneringen op te halen met Sergio en Victor. Moensif. Goeiedag. Daar zijn we weer. Hoe is het met je? Ja, gaat goed. Ja? Ja. Hoe heb je het allemaal ervaren? Ja, ik vond het echt superleuk. Je weet natuurlijk nooit precies wat je kan verwachten, want je ziet wel heel veel op tv voorbij komen. Maar dit echt is toch anders, maar het was echt heel erg relaxed en superleuk. Ja. Ja. Hi. Hey. Hi. Kan je Oh ja, tuurlijk. Hoi, hoi, thanks. Zo. Ja, daar zitten we dan, hè? Interessante snor. Ja. Leuk. Leuk. Ja, je moet ervan houden. Ja, leuk. Dat is het, hè? Veel reacties nog daarna. Nou ja, ik ben op een gegeven moment op Twitter ben ik trending gegaan volgens mij als kapitein Haak duikt op in First Dates Hotel. Zag ik op zich wel een beetje aankomen. Het waren vooral hele grappige reacties. Mensen gingen natuurlijk heel erg goed op mijn haar en op mijn snor. Dus ik heb natuurlijk Salvador Dali, kapitein Haak, Michiel de Ruiter. Dus ja, ga zo maar door. Ik vond het wel heel gezellig. Ik vond het ook super gezellig. Oh my god, heet is. Oh, ik moet wel zeggen. Ja. Dat kan. En het is meer, ik vind je echt een super tof persoon, maar ik had niet echt die romantische klik. Ik heb er nog heel veel gesproken op het begin. Op het begin was het echt wel bijna dagelijks. En dat is, ja, het is een beetje verwaterd. Ze heeft nu ook een vriend, die heb ik ook ontmoet. Dus het is gewoon heel relaxed. We zijn nog heel erg goed. Ik heb het afgelopen week nog gesproken. Uit. Hoe ga jij je kerst doorbrengen? Ik ga mijn kerst zoals gewoonlijk lekker met familie doorbrengen. En met vrienden waarschijnlijk. Ja. Dus ja, gewoon gezellig. Lekker eten, drankjes doen. Mijn kerstwens. Santé. Merci. Op een prettig wezen. Ik ben nog vrijgezel. Als dingen komen, dan komen ze. Als ik maar gezond blijf, geen corona krijg. En als mijn vrienden en familie maar gezond zijn, hoe afgezaagd en corny het misschien ook klinkt. Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn om uiteindelijk wel gewoon oud te kunnen worden met iemand. En gewoon die gezelligheid die iedereen natuurlijk ambieert uiteindelijk. Ja. Ook op zijn oude dag, om het even zo te zeggen. Maar als het niet komt, komt het niet. Ik hoop dat het komt, maar dat soort dingen kan je niet sturen, toch? Ik heb zeker tips voor mensen die twijfelen. Gewoon doen. Ik wens je alle geluk voor je toekomst. Ik wens jou niets minder dan dat. Ja, en fijn om je weer te zien. Insgelijks. Dank je. We zien elkaar. Top. Vrolijke kerst. Hoi.